Welkom in mijn atelier. Ik ben Miranda Meulenkamp en ik ga jou hopelijk vandaag inspireren. We doen het iets anders vandaag, want deze keer ga ik mijn atelier laten zien. En niet alleen mijn atelier, helemaal aan het einde van de video ga ik samen met jou in een kast kijken. Dat ik al heel lang niet in ben geweest. Ja, een rondje door mijn atelier. Ik zei vorige week aan het einde van de video dat ik het even op ging ruimen. Maar ik dacht, waarom ga ik dat doen? Ik ga het eerst laten zien onopgeruimd. Zeg maar another day in mijn atelier, hoe dat dan begint. Want meestal begin ik eerst met het opruimen voordat ik ga schilderen. Dus ja, laat ik gewoon even zien. Hoe mijn dag dan begint. Het is vandaag zondag. Ik zit dus een keer niet in de keuken. Ik denk ik ga mijn atelier even opruimen. Maar nou kijk wat ik allemaal op moet ruimen. Zo kom ik binnen. En dan heb je achter de deur 10 meter doek op de rol. Dan hangt hier het schilderij waarmee ik in de cursus losse schilderen aan het werk ga. Achter het doek zitten twee deuren met kasten. Wat doen jullie daar? Kom. Kom. Kom uit de kast. Kom maar. Kom. Kom er eens uit. Met z'n keertjes. Jij ook. Waar allemaal spullen in staan. En het doek heb ik opgehangen met prikkers in de wand. En dan op de grond zie je allemaal doosjes nog van het vakantiepakket van afgelopen jaar. Een doek die ik heb geschilderd, een go op de flow doek. Dus zeg maar een soort van intuïtief. En hier heb ik dan op de grond allemaal random papier. Schilderijen nog. Deze komt van de cursus 8 weken inspiratie. Een hip stil leven. En deze komt van de cursus 8 weken inspiratie daarvoor. En deze is ook van een hip stil leven. En deze ook. Nou, dat staat hier gewoon ter inspiratie. Hier is een doos van kunstmaterialen besteld. En... nou, hier zie je dus de landschappen. Daar heb ik een hele stapel papier liggen. Dit is van de cursus losse schilderen. Een tas van de Albert Heijn waarvan ik denk, nou, die ga ik even opplakken. En daar ga ik even weer een schilderij op schilderen. Ik dacht een dier. Dan hebben we aan de wand plakspul. Heb ik een plank gehangen. Daar heb ik een hele video over gemaakt. Er hangt een plank aan de wand. En aan de plank heb ik plastic geniet. En zo kun je dus alles erop plakken. En er weer afhalen. Nou moet ik wel zeggen dat het plastic zo glad is. Dat de plakband echt elke keer eraf valt. Dus het is nog net niet helemaal ideaal. Plant. Karretje met verf. En let niet op de puinhoop dus. Dit is real life. Real atelier life. Oké, dus voordat je nu denkt... ik ga nu weer verder. Goed, dan zijn we hier aangekomen bij de laadjeshoop. Kijk. Klak nu dus aan een kunstwerk vast. Lily sleept alles uit mijn bakje daar. Dus het ligt echt overal. Ze gooien mijn bloemen om. En dat ligt dan daar. Dus ze moet nu ook nodig gestofzogen worden. Maar de laadjes. Die zijn inmiddels niet meer zo georganiseerd als dat ze waren. Ze komen van de Action. Zijn ideaal. Zitten per 3. Wat ik het fijne van vind is dat je er dwars doorheen kijkt. Ik weet precies dan wat erin zit. Dat is de bedoeling. Als ze opgeruimd zijn, dan zit daar de vensterbank. En hiervoor zit de tafel. Nou, zoals je ziet is dit ook heel erg onopgeruimd. Oké, een pakketje... van de kunsthandel. Dat komt dus in een andere video. Een deurtje. Dat kastje heb ik ook ooit eens gepimpt. Hier hangt een kastje aan de wand. En hier. Dat is zo'n tafelhouder. Daar hing ik eerder mijn camera op. Aan zo'n lampje. Tegenwoordig heb ik een
Standaard. Waar nu de was aan hangt. Oké. Multifunctioneel, hè? Zo'n camera houden. Daar kun je ook heel goed de was op drogen. Je begrijpt wel dat dit dus unieke beelden zijn, hè? Dit is eenmalig, denk ik. Oké, we gaan weer verder. Goed, dan heb ik daar dus dat kastje. En hier heb ik dan in een bakje allemaal tape. Mijn zelfgemaakte borduursels, waarvan ik eerst geschilderd heb met acrylverf. Allemaal kleine dingetjes, kopjes. En hier bewaar ik het plakband. Nou, kan ook wel beter opgeruimd. Wat een zooi. Hier kunstwerken van de 8 weken inspiratie bloemen schilderen. Nou, enzovoort. En hier heb ik dan de plankjes van de Action nu staan. Met wat boekjes eronder. Dat was een rommel atelier tour. Of een atelier rommel tour. Nu ga ik het opruimen. En dan laat ik het even weer zien. Ik vraag me af of dit inspirerend is. Maar hoop ik. Ik hoop het zo. Dit is dus real life. Another day in my real life atelier. Ja, dat is hem. Another day in my real life atelier. Ik vind het zelf enorm lollig. Een rommeltje, hè? Ja. Oh, een rommeltje, man. Ga je eruit? Kun je niet meer aan. Te warm van. Goed, even stofzuigen. Nou, hoe zei ik dat ook normaal? Another day in mijn real life atelier. Oeh, bijna zover dat je het resultaat kan zien. Kijk, het ding was mijn atelier inrichten zo multifunctioneel mogelijk. Want ik wil graag alle kanten kunnen gebruiken om te filmen. Dus deze is verrijdbaar, zodat ik altijd een gezellige plant op de achtergrond heb. Mijn stoel, die is ook verrijdbaar. Mijn stoel is draaibaar en verrijdbaar. En daar zitten zelfs, ik zal het even laten zien, skierwielen onder. Zodat ze geen geluid maken. Multifunctioneel. Het idee was dat ik een bureau heb die ik zeg maar aan kan trekken. En dan kan ik die kant filmen. Ik kan het bureau omdraaien en dan kan ik die kant filmen. Heel leuk bedacht. Maar dan moet je dus geen troep hebben eromheen. Maar omdat ik nu toch aan het opruimen ben, dacht ik van, ja, ik ga dat even laten zien hoe dat eruit ziet. Nu heb ik net een reel opgenomen en dan heb ik deze kant als achterwand gebruikt. En nu gebruik ik dus deze wand als achterkant. Dus je ziet het wel. Multifunctioneel. Dus dit stuk is dan nu wat gefilmd gaat worden en dan heb ik gewoon weer alle ruimte. Buiten is het inmiddels donker. Ik ben nog steeds bezig. Er komt schot in de zaak. Kijk. Bijna roomtour waardig. Hi, Uk. Kom binnen. Het is eindelijk opgeruimd. Zo, kijk dan. Ik moet zeggen, dit komt wel lekker binnen, zeg. Ik heb weer wat bewegingsruimte. En laten we eens gaan kijken naar... Eens even kijken, wat hebben we nog niet gehad? Deze ruimte hebben we gehad. Nou ja, hier is nu dus niks meer te zien. Behalve dit bakje met potloden die ik tegenkwam. En dit bakje komt van beneden.
oliekruidjes, wat inks, mijn kwasten nog. Dus dit moet nog even op zijn plek. Maar ik dacht, ik begin nou echt even met mijn tour. Nou, wat hebben we hier? Hier hebben we een verlengbakje. Nee, grapje. Hier hebben wij een kleine etagère. Bij de Quantumweg volgens mij. Officieel horen de wieletjes onder, maar die heb ik er onderweg gelaten. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. En hier bewaar ik mijn Goldens. Golden Fluids, Golden Gewoon. En ik dacht ooit, dit is fantastische verf. Maar ik moet zeggen, ik gebruik het eigenlijk nooit omdat het te duur is. Ik word er zuinig van. Dit is Liquid. Dit heb ik gebruikt voor een opdracht. De Golden en het Groot. En wat hebben we hier? Talkpoeder. Dat is nog van toen de katten baby werden. Heeft niks met kunst te maken. Die kan er wel uit. Eens even kijken. Houtlijm. Ja, houtlijm gebruik ik voor het maken van Arjunos. Eens even kijken. Wat is dit? Geurtje. Wat hebben we hier? Oh, verf en dat het niet zo snel droogt. Vertrager, zeg maar. Nee, lijm. Dit zijn twee proefflesjes. Hier was ooit eens aanbieding mee. Daar kon je voor een euro kopen. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ik hebben. Nou, dit doosje komt om een favoriet kopje van de Actionweg. En die doosjes vind ik ook fantastisch. Die bewaar ik ook altijd. Ik kan altijd alles gebruiken. Een leeg potje van de kappertjes om verf in te verdunnen. Clear Finish van de Action. Ik weet niet of het goede kwaliteit is. Ik gebruik het eigenlijk nooit. Dit is ook van de Action Gesso. Nou, dat is veel te dun. Dat dekt wat mij betreft niet zoveel. Oh, ik zie hier nog een Golden. En dan, oh, Lily, kom je ook even kijken, man. Eens even kijken, wat hebben we hier? Hier hebben we alcohol inks van de Action. Heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik heb hier, ooit eens heb ik een cursus gevolgd waar je olieverf gebruikte. En dit is sneldrogende olieverf. Maar dat is al heel oud inmiddels. Matte medium, dat gebruik ik dan wel voor in mijn Arjunos. En dit is, dat heb ik nog nooit gebruikt. Dat is nog vet nieuw. Transfer medium. Moet ik maar eens een keer gaan gebruiken. Een stencilverzameling. Nou, die heb ik echt heel veel. Een hele bak vol met stencils. Toen ik met mijn Arjunos bezig was, heb ik dat heel veel gebruikt. Vond ik ook echt lekker om te gebruiken. Maar tegenwoordig schilder ik alleen maar groot. En dan ben ik daar eigenlijk niet meer zo mee bezig. En hier bewaar ik plaatjes in. Eens even kijken. Die bakjes zijn echt heel handig. Plaatjes. Dit is een Mondriaan. Soms bewaar ik het om de kleur. Soms bewaar ik het omdat het mooie letters heeft. Hier heb ik heel veel kunstwerken van gemaakt. Kleintjes. Hier nog meer vogels. Pakpapier. Fantastisch. Oh ja, en dit vind ik ook heel inspirerend. Deze kopjes, kijk dan. Ik denk dat het de Senos is. Fantastisch. Die leg ik even aan de kant. Nou, zo kan ik uren rommelen als ik geen inspiratie heb. Kijk, deze heb ik dan bewaard omdat ik het zwart streep leuk vond. Oh, in dit kleed ben ik ook heel erg door geïnspireerd. Ik heb ook al eerder, ik zal deze even aan de kant schuiven. En dan zie je deze. Dit kleed op de vloer geschilderd. Heb ik een hele leuke video over gemaakt. Op die manier raak ik dan geïnspireerd door zo'n plaatje. Nou, daar gaat het nou eigenlijk niet om. Dus dit bewaar ik allemaal in deze la. En nog een stencil in het verkeerde bakje. Lolly, blijf van mijn plaatjes af. Wat hebben we hier nog meer? Oh ja, dit is allemaal voor art journaling. Hoi, kom je ook even langs? Het is druk hier. Ja, wat heb ik hier nu nog meer? Hier heb ik drie tafeltjes. Meer omdat ik niet weet waar ik mee heen moet. Maar ik bewaar hier. En dan weet ik tenminste waar het ligt. Ik heb er echt nog maar zelden wat mee gedaan. Materiaal om stempels te maken.
een goedkope versie van de Pipo's. En wat heb ik deze van Sterne en Grenen. Volgens mij zeggen het Sterne en Grenen uit Groningen. En, daar, en dan kom ik zo tegen. Oh, vind ik echt leuk. €2,45. En het voelt best wel zacht. Ik moet zeggen, ik heb het nog niet geprobeerd. Het ligt er al een jaar of zo. Maar dan kom ik dat zeven. Dan moet ik dat hebben. Maar dat ligt dan op het eerste blad. Dus stel nou dat ik dit tafeltje verplaats naar de andere ruimte die ik zo laat zien. Dan weet ik altijd alsnog dit te vinden. Want dan laat ik dit er ook op liggen. Want anders kan ik nooit wat weer vinden. Ik verplaats nog wel eens wat. En op de onderste heb ik mijn jelly plate. Nou, volgens mij heb ik hier nog nooit een video mee gemaakt. Maar Angelique en ik hebben hier wel al heel veel mee geoefend. In ieder geval geëxperimenteerd met dit soort bubbels. Nou ja, in ieder geval. Misschien is het wel leuk om daar een keer een video over te maken. Maar dan moet je het maar even laten weten onder de tekst straks. Ondertussen wil Lily graag laten zien wat er onder het kleed zit. Nou Lily, er zit niks meer onder het kleed, want dat heb ik net opgeruimd allemaal. Lily stopt dus elke keer iets onder het kleed. Hé Lily? Nou, gaan we verder. Even kijken hoor, deze laadjes. Oh ja, ik zou eerst even laten zien. Kijk, deze past precies onder mijn bureau en op het kastje. En hier bewaar ik de verfdoos met gouache in. Ja, en Lily, deze bewaar ik dus hier, want Lily pikt mij die steeds uit een bakje. Dus nu kan ze die er niet tussen weghalen. Nu moet ik hem, anders gaat ze mij ermee vandoor, dus ik moet hem even in mijn handen houden. Ga ze even weg. Ja, wat zit hier verder in? Hier zitten dan bijvoorbeeld allemaal knipsels in, die ik dan heb gebruikt om zo'n kleed te ontwerpen. En even kijken hoor. Nou ja, in ieder geval alle knipsels. En Lily is gek op dit bakje. Dus het is maar goed dat hij dan zeg maar tussen mijn bureau in zit. Want anders zou er geen knipsel meer in zitten. Nou Lily. Oh ja, een mini bakje waterverf. Deze komt van de Pipo's. Die is heel korrelig, vind ik. En dan ga ik toch even weer terugkijken. Zo kan zij er namelijk niet bij. Ga ik even snel door deze laadjes in. Hier zitten stiften in. Hier zit allemaal waterverf in. Oh, ik zie ook acryl minis. Dan krijtjes. De helft van de andere helft neem ik altijd mee. En dan heb ik acryl stiften. Hier ligt dan de gouache. Dat wordt ook steeds meer. En ik moet zeggen, dit is mijn favoriete kleur. Echt waar. Als ik die gebruik, denk ik, wow. Die heb ik, wat was dat voor kleur? En dan kom ik dan hier weer bij terug en denk, oh ja. Dus dit vind ik echt een hele mooie kleur. Potloden, stiften, pennen, gelpennen. Nog meer schrijfpennen. En het bovenste laadje is een beetje een rommellaadje. Hier zit van alles in waarmee ik mijn doeken soms ophang. Lijm, dit is een toverstift. Volgens mij is die zelfs nog van mijn moeder. Nou, een wijner. Nietjes. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Lily, ga uit mijn bakje. Oké, maar wat hebben we hier? Hier gaan we naar mijn verfkarretje. En mijn plantkarretje, maar ook mijn verfkarretje. Hier bewaar ik alle grote potten verf in. En als er één bijna leeg is, bestel ik weer een nieuwe. Ik moet zeggen dat ik af en toe aan het experimenteren ben met deze verf. Het is wel goede verf, het is mat. Ik wen er langzaam aan, maar deze heeft een fantastische kleur. Maar die is heel glanzend en die is een beetje plakkerig. Dus het is, als ik soms deze met deze meng, dan niet deze kleur, maar de soort, dan zit ik er net tussenin en dan vind ik het een hele fijne verf. Hier hebben we Ara verf, ook fantastisch. Best wel gek. Ik schilder altijd met acrylverf. Ik heb 3 video's gemaakt over gouacheverf en nog nooit één over acrylverf. Misschien moet ik dat eens doen. Op tafel heb ik wat kwasten.
Wat staat hier? Dit is zo'n dingetje van de Action. Die hoort aan de muur. Zo'n hangertje. En die heb ik gewoon op mijn bureau staan. En daar heb ik dan van alles soort leukers op staan. Erin staan. Een boekje staat er meer voor de stevigheid. Hier staan mijn kwasten. Leuke kaartje die ik heb gekregen. En dan, nou ja, mijn kastje had ik al laten zien. Wat ik vergeten was laten zien is dit. Kijk dit. Dit komt van een verfbak die ik ging schoonmaken. En dan had ik het laatst opdrogen en trok ik het eruit. En dan krijg je dus dit soort cadeautjes. En dit. Dit is eigenlijk een schilderij. Ik zal het even laten zien. Kijk. Zie? Maar ik had ergens reepjes gescheurd van lakens. En toen was ik helemaal geïnspireerd door iemand die had dit met papier gedaan, weven. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het zo doen en dan maak ik er een kaft van een art journal. Nou, dat is hem nog niet geworden, maar in ieder geval staat het hier al heel lang. Want ik vind het echt wel gewoon een kunstwerk op zich. Deze er even achter doen. Zo, kijk hoor. Anders hangt Lily mij daar straks weer in. Zo. Ja. Oh, en deze. Deze heeft Angelique voor mij gemaakt. Zo'n leuk mini schilderijtje. Even kijken hoor. En als ik dan binnenkom, heb ik hier mijn verzameling kunst. Dus eigenlijk moet die hierbij hangen. Dit is een Angelique. Dit is een Tracy Verdugo. Oh, heel mooi schilderijtje. Kijk. Daar ben ik ook echt heel blij mee. En deze is ook fantastisch. Van Angelique. Meulenkamp. Maar er is nog een ruimte. Want ik heb eigenlijk twee ateliers. Alleen toen kregen we katten. Uk en Art. Toen hebben we van één atelier een kattenkamer gemaakt. Maar ik film me nog wel eens. Kijk. Dit is de kattenkamer. Dit is ook haar favoriete stoel. Normaal ligt hier een kleedje over. Dit is dan het schilderij waar ik vaak voor zit. Laatst heb ik een reel gemaakt met dit schilderij. En ja, hier is een kast nog. En ik heb al heel lang niet meer in die kast gekeken. Dus ik dacht, dat is het laatste wat ik nog even ga laten zien. Ik ga even de camera op deze standen zetten. En dan ga ik eens samen met jou in mijn kast neuzen. Ik hield er vroeger van in een kast neuzen van mijn moeder of van mijn oma. Eigenlijk is dit dan een bonus tour in die andere room. Bonus room tour. Oké, spannend. Ta-ra-pa-pa-pa-pa. Ik doe de deur van de kast open. Oké, we gaan samen kijken. Inspiratieplaatjes. Cool. Ik ga het even dichterbij doen. Kijk, helemaal leuk dit. Nou, volgens mij heb ik dit plaatje al wel 20 jaar. Ik heb het nog nooit gemaakt in de tuin. Al vroeger gebruikte ik deze, een tracer. Heerlijk om te doen. Je trekt gewoon een plaatje over op heel groot. En dan schilder je het een soort van in, zeg maar. Oh, kijk hier. Kant en band uit mijn vorige leven. Ik had ooit eens een kinderkledingbedrijfje met een compagnon. En wij ontwierpen zelf kinderkleding. Helemaal leuk trouwens. Nou, pinnenbakje voordat ik afdwaal naar een ander onderwerp. Wat zit hier nog meer in? Wat is dit? Oké, dit is om te bewaren voor het bewaren, denk ik. Dit zijn deksels van de bakjes waar je net het kant in zag. Oh, hier deksels van. Oké, nou, die wil ik allemaal even terugzetten. Hier hebben we, dit liet ik net zien. Hier hebben we een volgend plateau, een knuffel van mijn oudste dochter. Daar sliep ze altijd mee. Ze jaren
Liggen slapen. Kleine kunstwerkjes. Nou, dit is een kast. Volgens mij kan ik hier wel een heel uur video mee vullen. Nog naaispulletjes. Wat zit hierin? Kaartjes. Foto's van schilderijen die ik geschilderd heb. Sieraden die ik dan nooit meer om heb. Niet eens wist dat ik ze nog heb. Kijk, deze. Ik had net het weven laten zien. Ik heb ook zoiets gemaakt op de naaimachine, maar dan met een, op een andere manier geen weven. Maar ja, ik weet ook niet hoe dit heet. Maar dat zijn heel veel lagen stof. Ik zal eventjes... Wacht, ik doe even de camera weer in de houder. Kijk. Dit is helemaal een handgemaakte Arduino. Met een knoop. Het enige wat niet handgemaakt is, is de knoop. Maar met allemaal papier overal uit. En misschien moet ik dan een keer een Arduino tour doen. Nou ja, in ieder geval helemaal leuk. Het ligt gewoon in de kast. Die doet er niks meer mee. Maar toch is het wel echt inspirerend om een keer doorheen te bladeren. En dan. Oh, ik heb het gewoon warm. Dan hebben we hier achter allemaal van deze schriftjes. Die komen van de Action. En ik schilder daar met acrylverf op. Dat moet niet te nat worden. En dan wil het wel. Maar ik had ooit eens het idee om een workshop in de tuin te geven hier. En dan zou iedereen zo'n boekje krijgen. En dan inspiratie opdoen in de tuin. En dat neem je dan mee naar huis. Om verder als inspiratiebron te gebruiken. Nou, ik moet zeggen, het is er nog nooit van gekomen. Ik heb het er wel nog over. Om dat in april te doen. Maar er staat nog niks vast. Mocht je nou denken van, ja, dat wil ik. Nou, ook dat mag je onder in de tekst laten weten. En dit mandje. Dus even kijken, wat zit er allemaal in? Kaartjes, bladgoud, zakjes, tasjes. Nou, voor het beraden, zeg maar. En dan gaan we een... Oh, wat ligt hier dan? Oh ja, dit is gebruikt bij de jelly plate. Daar krijg je hele gave dingen van. Wat ik net liet zien. Wat papier van de Quantum. Is dat heel handig om op te schetsen. Deze plank. Nou, hier heb ik wat schriften, schilder, waar ik in geschilderd heb. Een kunstwerk van mijn vader nog. Gelukkig heb ik daar nog één van. Dit was ook gereedschap van mijn vader. Ik kan het wel niet in de weg doen, maar waarom dat hier dan hangt. Even kijken hoor. Een warmhout. Dit was een warmhoutplaat van de Comfortbabies toen ze net geboren waren. Mijn breinaalden. Ook al heel lang niet gebruikt. Uit kunstwerk zou ik laten zien. Mijn vader die schilderde altijd van alles na van kunstenaars. Die werd daardoor geïnspireerd. En dit is ook een werkje met olieverf. Nou, even kijken. Oh ja, een fantastisch boekje van Lou Niestad. Heel inspirerend. Ik denk dat ik hier allemaal kleine boekjes heb staan. Kijk, ook echt heel leuk om te lezen trouwens. Deze. Oh ja. Ja, deze. Eindelijk heb ik hem gevonden. Ik heb met haar op de Libelle Zomerweek gestaan vorig jaar. Zij maakt kleurboeken. Masha, oh, ho. Masha van den Berg. Kijk. En dit is een boek, hiermee leert ze jou mandala's tekenen, volgens mij. In die kleurplaten. Ja, helemaal leuk. Leuk mens. Leuke boeken. Fantastische kleurboeken. De Flow. Nou, gewoon voor de heb. Een tekenboek voor volwassenen. Inspiratie. Allemaal portretjes. Even kijken. Anders moet ik alles eruit halen. Heb ik een poos gedaan. Ging ik allemaal portretjes maken samen met Angelique. Angelique ging ook portretjes maken. Zij was in het buitenland.
En dan gingen wij elke dag een portretje maken. En dan gingen we elkaar laten zien. En zij had uiteindelijk de hele wand vol met portretjes. En ik ook. Maar dit is denk ik wel al 4 jaar geleden. Kijk, dit is best gaaf. Fantastisch. Misschien moet ik eens af en toe een inlijsten. En hoeveel te langer we daarmee bezig waren, hoeveel te gekker het werd. Een beschrijving van een naaimachine. Ja. Mijn favoriete kunstenaar, Flora Boli. Fantastisch, dat kan natuurlijk niet missen. Mijn coupeuse skills. Dit zijn inspiratiemappen. Daar heb ik al eerder wat van laten zien in een video. Nou, daar heb ik er heel veel van. Oh, hier. Dit is ook best een leuk schilderijtje. Kijk. Van de selfie-tijd nog. En ja, collages maken, daar hou ik ook van. Helemaal leuk. Een kleine schets. En dan is dit meer in de Louis Niestad. Hoe zeg je zoiets? Nou ja, manier. Een trommeltje van oma. Oma bewaarde hier altijd haar handwerkmateriaal in. Hier nog wat schetsjes. Ja, misschien is het wel even leuk om te laten zien. Dit komt nog uit die portrettenperiode. Hier heb ik de stencils gebruikt. Hier ging het gewoon helemaal los. Allemaal laagjes over elkaar. Nou, ik denk dat ik de mappen met kunst er even uithaal. Kan ik die even laten zien. Maar kijk, hierachter was mijn snijmat al heel lang kwijt. En die ligt dus hier. Vind je nog eens wat? Ik heb hier zo'n hele grote map. Ik heb echt geen idee wat erin zit. Gooi, en ik zie ineens dit. Kijk, vervangen naar deze. Deze kreeg ik ooit eens van mijn moeder. Dit is van een kunstenares gemaakt door een kunstenaar. En www.chaos.si, made by Sandra de Groot. En Sandra de Groot, die maakt tegenwoordig van die hele fantastische knooplampen. Waarmee ze volgens mij overal, ze heeft in het Groningen Museum gehangen. Nou ja, ze gaat volgens mij de hele wereld over daarmee. Maar mijn moeder heeft dit bij haar besteld. En aan de achterkant staat een trouwfoto van mijn ouders en een naam. En het is helemaal een persoonlijke tas gemaakt. Met kant. En volgens mij is dit zelfs dekentje van mij van vroeger. Waar ik onder gelegen heb. En dan, even kijken hoor. Dan maakt ze dat zo. Ik denk, ik weet niet of ze dat nog steeds maakt. Maar kijk. En dan is dit een foto in de kant. En dit is mijn oudste dochter, mijn jongste dochter. En hier kunnen kwasten in. Ja, weet je wat het met zoiets is? Ik vind het zo mooi dat ik het niet gebruik. Dat is ook gek, hè? En ja, dat is toch zonde? Het is gewoon een kunstwerk op zich. Het zou gewoon ingelijst moeten worden. Maar nu zal ik even die map laten zien. En dat is dan het laatste van deze video. Ik heb echt geen idee wat hierin zit. Misschien heb ik het ook wel al gezien een keer. Oh ja. Dit is een kunstwerk. Die heb ik heel lang geleden gemaakt. En deze. Dit is een foto uit de Happiness volgens mij. Angelique heeft hem ook gemaakt. Bloemen. Dit is van heel veel vroeger. Nog meer bloemen. En dit had ik op doek gedaan van de action. Maar dat heb ik uiteindelijk hout erom weggeknipt. Deze is volgens mij zelfs van Angelique. Dit is niet van mij. Angelique was helemaal in de bijen. Oh ja, deze. Was ik in de landschapmodus. Was ik kleintjes aan het maken op één heel groot papier. Een snelle schets. Dit is echt al van heel veel jaar geleden. Weet je wat? Die map zit toch vol met spul? Nou, ik ga even lekker verder bladeren.
En dan bewaar ik dit voor een andere keer. Maar dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jij hebt genoten van mijn roomtour, ateliertour, kijkje in mijn atelier video. Dit was het weer. Ik vond het in ieder geval super gezellig. Ik heb er enorm van genoten. Ik ben blij dat mijn atelier een keer opgeruimd is. En ik zeg tot volgende keer. En vond je dit nou leuk? Doe dan even een duim omhoog. Heb je iets gehoord of gezien waarvan je denkt, oh, daar wil ik wel graag een video over zien. Bijvoorbeeld de jelly plates. Arjuling maken. Wat hadden we nog meer? Stencils. Nou, noem maar op. Ik heb van alles opgenoemd. Laat het me even weten onder in de comments. Onder in de tekst. En ja, dit was het dan echt. Ik zeg tot volgende keer. En vergeet je niet te abonneren. Doei doei.